Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door partymania.nl, de website voor stappen in Den Haag en omgeving. Nou mensen, daar zijn we dan bij een nieuwe aflevering van WTF TV. Ja, zou je dan toch mee zijn gegaan naar Spanje? Een nieuwe aflevering van de WTF TV. Het leuke WTF momentje natuurlijk. Ja, zeker weten. Hele leuke WTF momentjes. Zelfs een WTF momentje waar we zelf hebben meegemaakt. Ja, dat hebben we gezien, ja. Inderdaad. Nee. En natuurlijk ook veel meer leuke items. Zoals, Zeemeeuwen, makrelenloop. Ja, in Scheveningen was dat. Ja. We hebben natuurlijk een heel leuk item van de Dorppaal. Ja, Dorppaal. Ja, dat is, was een heel leuk, heel leuk initiatief van Franse. En natuurlijk... Schoon. Ja. Voor de Keizerstraat, de verkering daar ook. Ja. En hun kerstal natuurlijk, wat ze hebben gebouwd daar. Ja. Ja, deze week hebben wij helaas geen meeting. Ja, zoals al zei, de jongen hebben het met mijn papa zijn. Ja. Dus ja, dat volgende week. Maar ja, we gaan nou beginnen. Want ik heb... Tijd, hè? Ja, ik heb geen horloge bij me, maar ik voel het aan mijn water. Ik voel het gewoon. Ja. Jongens, hier komt het eerste. Beetje momentjes. Steeds goed oppakken. Ja, dit is wat pakken. Steeds wat pakken. Dat was weer een lekker WTF momentje. Dat was zeker een lekker WTF momentje. Dat zag er weer, ja. Goed uit. Dankjewel. Wat pakken uit, ja. Ja. Maar nou gaan we door naar het volgende. Dat is namelijk buitengoed Dorppaal. Is dat. En ja, wat is dat nou eigenlijk mensen? Nou, dat is een soort landgoed is dat eigenlijk. Voor mensen met een beperking. Dan kunnen mensen van alles doen. In de kassen, vooral dingen verkopen of dingen kweken. Als kerstbomen verkopen hebben ze gehad. En een heleboel leuke dingen al is dat. De winterver. Buitengoed Dorppaal. En ja, dan zullen we er maar gewoon naar kijken. We gaan gewoon kijken, jongens. Vandaag is het 13 december. Tijd voor de winterver op buitengoed Dorppaal. We gaan even kijken. De lichtjes zijn mooi opgehangen. En ik wil even weten, branden de fakkels ook? Gezellig op buitengoed Dorppaal. Zoals je ziet is buitengoed Dorppaal ook prachtig verlicht op deze mooie vrijdagavond 13 december. En ik wil even snel een glimpje binnenkijken, want er kon gegeten worden binnen. Ik sta hier naast Sanne Oosterbaan. Sanne, de verwachte opkomst met al dat volk achter mij. Het is goed, hè? Het is gewoon mega. Het is leuk, hè? Ik ben gewoon helemaal verbaasd dat het zo druk is. Zo druk, ja, want het is ontzettend druk. Hier achter deze schotten staat een kerstkoor. Ja. Buiten heb ik een boogschutter gezien. Is het verwacht voor u? Nou, de drukte had ik zo druk, had ik echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het heel druk zou worden, maar ja. Zo druk, nee. Hier een tent staan. Hier verkoopt ze zo te zien artikelen. Hier verkoopt ze zelfgemaakte artikelen van Medin. Zo te zien. Het zijn eigenlijk wel de mooiste spullen als ze door de eigen hand zijn gemaakt. Ja, je ziet de katjes. Zelf worden gemaakt, volgens mij is het zelf papier.
Ja, en er wordt met een glanslaag bewerkt, papier mâché. Nou, ik denk dat ik hier blijf staan, want hier is het lekker warm. Zo. Er is alleen de chocolade nog. Zoals je ziet is het hier heerlijk warm en heerlijk gezellig gemaakt voor de winterfair van 2013. De boom staat naast me. Ik hou van een feestje. Ik hoop jullie ook. Volgend jaar zal de winterfair waarschijnlijk weer gehouden worden. Dus kom dan in ieder geval als je het dit jaar hebt gemist. En als je er was natuurlijk. Bedankt midden in je van harte. Idee. Daar is het. Nou ja, we zijn nu gegadigd om te schieten met de boog. Ze hebben er zin in. De portemonnee wordt ervoor getrokken. Maar de kinderen vinden het zo leuk. Het is gewoon zo fantastisch om een boog vast te kunnen houden en met een pijl te schieten. We gaan even kijken. Het is koud. Maar met dat vuur maakt het wel heel erg gezellig en warm. Ja, het is zeker een handigheidje om eens een keer te kijken op www.kasteelschutters.nl. Dat is een website waar allemaal wordt uitgelegd wat deze persoon doet. Hier is nog steeds de kerstbomenverkoop aan de gang. En zelfs een vuur eindelijk. Want wat we van de week zagen was het overdag. Was er geen vuur nodig, was het aardig warm. En nou is er zelfs vuur. En het rookt een beetje. Staat er iets in brand, hè, jongens? Ja, maar hij kan niet voor mij weglopen, die Wim. Die Wim kan echt niet voor mij weglopen. Hij kan lopen wat hij wil, maar ik kan het volgen. Moet hier zachtjes praten. Dag meneer, wat vindt u van de opkomst? Waardeloos, meneer. Waardeloos. Waardeloos? Ja, kijk, al die mensen hier, dat koor. Het is te rustig nog. Het is te rustig. Wat gebeurt er met de inkomsten van de eigen gemaakte producten? Die gaan natuurlijk terug naar de stichting, hè. Gewoon heel goed. De lopende kosten te dekken. Heel goed. Ja, kijk, daarvoor is dit initiatief fantastisch. Maar ik zie het. Hier worden de kerststukken gemaakt. Wim staat foto's te nemen. Het is ontzettend druk. Het is ontzettend druk in de winkel en eigenlijk wel door de hele, ja, het klinkt gezellig hier. Rustig en gezellig. Die hebben natuurlijk nu ook een soort mannetje gebouwd met interactieve dingen. Dus als je op de knop slaat, dan gaan de poppen bewegen. Dus je kan voor 20 snel zijn. Kun je lekker in de sneeuw staan? Zo. Hey. Echte sneeuw, hè? Ja. Ja, je weet het maar nooit, hè? Nee, je weet het met jou niet, nee. Maar ik zou zeggen, zullen we gewoon even kijken? Ja, inderdaad. Onze reporter Jean liep vandaag door de Keizerstraat en zag een prachtige collage van kerstartikelen. Zelfs was er een sneeuwmachine aanwezig die sneeuw spoot over de plek waar je kon kijken naar de kerstartikelen. Dit was alles bij Schoon. Schoon is een bedrijf in de Keizerstraat dat wat handelt in gordijnen, cel en nog veel meer.
Wilt u deze kerstcollage zelf ook nog eens bezoeken? Kijk dan eens in de Keizerstraat 209 naast bakkerij Rode Reis. Hier vindt u deze speciale kerstcollage. En wij van Scheveningen Nieuws vinden eigenlijk dat dit wel een prijs waard is. Dit is de mooiste collage van winkels in heel Scheveningen. Dat was reusje, ja. Ziet er mooi uit allemaal wat ze hebben gedaan? Ja, hebben ze mooi gedaan. Wil je er zelf kijken? Ga dan naar de Keizerstraat. Ja. En ja, je ziet het vanzelf. Waar zit het? Een beetje halverwege. Ja. Ja, het zag er echt mooi uit. Maar we blijven nog even in de Keizerstraat. Want er is namelijk wat gezet op internet. Namelijk van scheep.nl. En ja... Laten we er maar gewoon even kijken, jongens. Ja. Dit is echt een beetje... Nou jongens, we zijn hier in de Keizerstraat. Ja, en we hadden vernomen namelijk, net als gisteren was dat ook bekend op onze live radio eigenlijk. Dat www.scheef.nl had gezegd van dat hier een kerstbraderie zou zijn. Nou, ik weet niet... Ik zie alles, ik zie een heleboel mensen, dat wel, maar ja, het is zondag, weet je. Maar ja, ik weet het niet. Misschien moet je de kraampjes inbeelden? Ik weet het niet. In ieder geval, het staat best wel een beetje slordig van tot ze dat hebben gepromoot, terwijl er eigenlijk gewoon een doodnormale zondag is. Oh no! Dus eigenlijk ook van... What the fuck? Er is geen braderie. Zoals je dus kan zien, er is eigenlijk helemaal niks van een kerstmarkt. Het enige wat hier qua kerst is, is eigenlijk namelijk natuurlijk, ja, schoon interieur. Want ja, hun besteden veel tijd eraan en aandacht om natuurlijk het halletje weer, ook dit jaar weer, een leuk sfeertje te maken. En ja, en een of andere outletwinkel daar zo ook van kerstspullen, de kerstversiering hier. Maar ja, dat is eigenlijk ook wel alles eigenlijk. Wat er is qua kerst. Maar een markt? Nee, niet gevonden. Slecht gedaan, jongens. Het was dus een leuk WTF-momentje. Want ja, er was helemaal geen kraam te vinden. Helemaal gewoon niet. Nee, en ik had mijn portemonnee nog wel meegenomen. Ik denk, ik ga weer lekker shoppen. Ja, maar helaas. Dus niet. Maar dan gaan we naar het volgende item. Ja. Dat is zeemeeuwen, makrelenloop. Ja. In Scheveningen. Ja, het is een leuk itemje geworden ook. Ja, het was gezellig, het was druk. Het was echt druk. De Kramerburgweg stond helemaal vol met auto's en allemaal. Het was druk bezocht. En daar gaan we nou even naar kijken. Leiden, Antwerpen. Hij komt ervoor. Ga lekker naar binnen.
En ik wil je zo even zien. Want daar heb ik een je kijkt op. Je zag, ja, je zag genoeg zeemeel en makrelen. Ja, hij was lekker ook, makreeltje. Hey. Ja, het was voor een leuk prijsje. Ja. Ja. Maar ja, jongens, ik voel het weer. En ja, voor een WTF-momentje, maar ja, wel weer de laatste. De laatste, jammer genoeg. Korte aflevering, maar ja. Een beetje kort, maar helemaal niet zeggen ze toch af en toe. Inderdaad, hoor. Inderdaad. Hey, weet je wat, we gaan gewoon even kijken, ja. Nou, ons laatste... Vonden jullie deze aflevering nou ook zo fantastisch, geweldig of wat dan ook? Like hem even, deel het, druk op het groene duimpje. Ja, mensen, natuurlijk, als je wat leuks hebt, stuur het naar info@btftv.nl. En wij beantwoorden die meteen. En ja, weet je, Twitter, zing erover, maak niks uit. Druk vooral op het groene duimpje, want daar zijn wij blij mee en zijn we heel erg mee geholpen. Hey, mensen, weer genoeg geluk. Tot volgende week. Later!